Windows 8.1 Windows 8.1 is het meest recente besturingssysteem ontworpen door Microsoft. Windows 8 introduceerde veel nieuwe veranderingen en veel mensen vinden het moeilijk om te gebruiken. Hierdoor is de interface vereenvoudigd zodat het geschikt is voor touchscreens. Een besturingssysteem beheert alle hardware en software op een computer. Zonder dat zou de computer nutteloos zijn. Er zijn veel nieuwe functies en veranderingen in Windows 8, zowel kleine als grote. Deze veranderingen zijn onder andere een vernieuwde interface, online functies en verbeterde beveiliging. Het eerste wat opvalt aan Windows 8 is dat het er totaal anders uitziet dan de vorige versies van Windows. De geheel nieuwe interface bevat functies zoals het startscherm, live tiles en hot corners. Het startscherm. Het hoofdscherm dat u zult gebruiken wordt startscreen, ofwel startscherm genoemd, en het toont alle apps als tegels. U kunt uw startscherm personaliseren. Door het kleurenschema te veranderen, een achtergrondafbeelding te kiezen en het herschikken van uw tegels. Veel van de instellingen van uw computer zijn nu te vinden in een werkbalk genaamd de Charms Bar. U kunt het openen door de muis in de rechterbovenhoek of rechterbenedenhoek van het scherm te plaatsen. Als u gebruik maakt van een tablet, kunt u vegen vanuit rechts. Om de Charms Bar te openen. Microsoft heeft de desktop niet verwijderd en u kunt het nog steeds gebruiken om uw bestanden te beheren of een heleboel van uw meest gebruikte programma's te openen. Er is echter een deel van de transparantie-effecten verwijderd die vaak ervoor zorgden dat Windows 7 en Vista traag draaiden. De nieuwe desktop moet soepeler draaien op de meeste computers omdat Windows 8 zo anders is, zal het de manier waarop u uw computer gebruikt waarschijnlijk veranderen. Het kan enige tijd duren om eraan te wennen, maar hou in gedachten dat deze veranderingen zijn ontworpen om uw computerervaring gemakkelijker en soepeler te maken. Bijvoorbeeld, als u de vorige versies van Windows hebt gebruikt, kan het zijn, dat u gewend was om de programma's te lanceren door te klikken op de startknop. In Windows 8 kunt u het startscherm in plaats daarvan gebruiken. Aan de andere kant zult u nog steeds in staat zijn om de Desktop View te gebruiken om uw bestanden en mappen te organiseren, als ook om oudere programma's te openen. De meeste mensen zullen zowel het startscherm en de desktop gebruiken, afhankelijk van de taak. U zult waarschijnlijk heen en weer moeten schakelen. Dit kan in het begin desoriënterend zijn. Echter, als u gebruik maakt van uw computer om op internet te surfen, kunt u bijna al uw tijd doorbrengen in het startscherm.